Bijzondere Eredivisie. Bijzondere Eredivisie. Bijzondere Eredivisie. Hoi, mijn naam is Fleur en leuk dat je kijkt naar de Bijzondere Eredivisie Skill Games. Zoals je kan zien sta ik voor het stadion De Oude Meerdijk bij FC Emmen, want we gaan iets leuks doen vandaag. Helaas door corona kan de competitie niet doorgaan en daarom zijn de Bijzondere Eredivisie Skill Games in het leven geroepen. Dus op deze manier kunnen alle G-voetballers toch nog hun voetbaldroom najagen. Laten we snel gaan kijken in het stadion. Kom! De Oude Meerdijk is het decor van de eerste editie van de Bijzondere Eredivisie Skill Games. Onder het toeziend oog van Mattie de Mascotte mogen de toppers van FC Emmen het startschot geven in het stadion. De voorbereidingen zijn van start, dus laten wij gaan kijken wie het team van FC Emmen vertegenwoordigt. Laten we even gaan kijken naar de onderdelen van vandaag. Allereerst een strijd tegen de klok bij het behendigheidsparcours. Daarna gaan we door naar het gatendoek. Dan is het tijd voor de slinkse smart goals. Gevolgd door het voetbalcurling. Daarna is er precisie gevraagd bij de tonnen. En afsluitend een leuke quiz. Nog even een fanatieke warming-up voordat we echt gaan beginnen. Mattie, hou je het nog wel vol? We beginnen bij het behendigheidsparcours. Als je tussen deze sensoren dribbelt, start de tijd. Stan gaat ons laten zien hoe het moet. Kom op, Stan! Wat doe je om beter te worden in deze oefening? We dribbelen, we schieten, we worden eigenlijk overal beter in. Keeper Julian laat ook nog even zijn skills zien. Ben je trots op jezelf? Ja, ik vond het wel een mooie tijd. Net. Het tweede onderdeel, het gatendoek. Daar kun je 5, 10... of zelfs 25 punten verdienen. Even kijken hoeveel punten die toppers gaan verdienen hier. Wow, wat een knal! We gaan gewoon door. Smart goals. Bij de smart goals moeten de spelers door de twee poortjes heen dribbelen. Alleen welke poortjes, dat weet de slinkse smart goal zelf. Door twee van die paaltjes door. En dan moesten we heel snel daar naartoe. Naar de... Ja. 5, 10, 25 of zelfs 50 punten kun je verdienen bij voetbalcurling. Het gaat hier om precisie, concentratie en hoe hard of hoe zacht je de bal raakt. Heb je thuis daar een beetje voor geoefend voor je voor voetbalcurling? Ja. Thuis veel en buiten ook. Ga ik vaak buiten voetballen, dus. Ik hoop dat je nog punt gaat scoren. Wordt met topscoren, toch? Om best doen. Ja. Dat komt wel goed, denk ik.
Daar zijn ze, de tonnen. Door samen te werken moet de bal vanuit de lucht in de ton belanden. De trainer laat even zien hoe het moet. En dan zijn we alweer bij het laatste onderdeel, de quiz. Eens even testen wat onze toppers weten over FCM. Vraag 1. Wat is de naam van het stadion van FCM? De rode kaart is de oude Meerdijk en de gele kaart is de nieuwe Meerdijk. Zeker weten? Heel goed, goede antwoord. Vraag 2. Wat is de bijnaam van FCM? De rode kaart, rood-witte, of de gele kaart, wit-en-rood? Hoe gaat het liedje? Rood-wit aan de bal, dat is Emmen. Lekker jongens, jullie kennen gewoon het hele clublied erbij. Hoe heet de mascotte van FC Emmen? Rood is Sabu en geel is Sibi. Oh, hop, die was klaar. Die was snel. Oké, volgende vraag. Vraag 4. In welk jaar is FC Emmen opgericht? Rode kaart voor 1925. Gele kaart voor 19... Moet ik het antwoord nog wel geven, Ruben? Ruben, zeg maar gewoon. 1925, hoor. Hey, lekker. De laatste vraag alweer. Hoeveel supporters passen er in het stadion van FC Emmen? Rode kaart voor 9609 en gele kaart voor 8309. Weet je zeker? Ja. Heb je het allemaal nageteld? Gisteren Google gelezen. Hij heeft gisteren Google gelezen. Ja, goed, Google klopt. Goeie antwoord. 8309. Lekker bezig jongens, alle vragen goed. Kijk je alle wedstrijden van FC Emmen? Ja. En van wie ben je dan het allergrootste fan? Nick Bakker. Is dat je droomvoetballer? Ja. Heb je al een handtekening van hem? Ja. Hey, maar nu jij profvoetballer bent, heeft hij dan ook een handtekening van jou? Dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet. Dan moeten we dat maar eens even gaan regelen, toch? Ja. We hebben een super dag gehad. Heel hard gewerkt. Heel veel punten gescoord. Dus laten we even kijken naar waar ze staan in de ranking. Met een gemiddelde van 33 punten staat FC Emmen voorlopig op de eerste plaats. Volgende keer zijn we in Den Haag bij de G-Storks van ADO Den Haag. Vandaag hebben de G-voetballers hun voetbaldroom weer kunnen verwezenlijken door de bijzondere Eredivisie Skill Games. Het ging supergoed en vergeet trouwens ons niet te volgen op Instagram, Facebook en YouTube. Dan ga ik gauw naar binnen. Tot volgende keer. Doei!